Hey, wat leuk je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag sta ik in mijn cuisine. Dit is nu de vierde dag dat ik thuis ben. En ik wil toch even kort adresseren wat ik van deze hele situatie vind en hoe ik het ervaar. Ik ga het heel kort houden, want ik wil het vooral een gezellige video ervan maken. Maar echt, oh my god. Het lijkt net of we in een soort van nare nachtmerrie zijn beland. En ik ben ook bang. En het is zo onzeker wat er gaat gebeuren. En het enige wat ik je kan meegeven is: wees voorzichtig. Denk aan anderen. Zorg voor anderen. En zorg ook voor jezelf natuurlijk. We will survive. Ik probeer zelf echt zo positief mogelijk te blijven. Omdat ik niet wil worden geleefd door angst. Ook heb ik wel angst voor mijn dierbaren, maar we moeten gewoon niet door angst leven en we moeten positief blijven. En alles komt goed, alles komt altijd goed en zo niet dan toch. Dus met dat gezegd te hebben, vandaag ga ik weer koken met Ro doen. En voor de mensen die eigenlijk altijd op mijn kanaal zijn geweest voor het tweedehands winkelen, dit is ook een onderdeel geweest van mijn kanaal. Dus vandaag ga ik samen met jullie koken. Ik ga vandaag een vegan recept maken en het is een van mijn favoriete recepten. En dat is tagine. Ik heb zelf geen tagine, maar ik maak het gewoon in de pan. En ik heb er vet veel zin in en dan kan ik het ook voor 2 dagen eten. Dus dat is ook heel erg fijn. Dan hoef ik morgen niet te koken en kan ik het lekker opwarmen. Het is op dit moment echt een van mijn favoriete gerechten. Lekker samen koken, aangezien we allemaal thuis zitten. Dus wie weet kan je dit recept ook uitproberen. En laat me vooral weten wat je ervan vindt. Ga gewoon gezellig kletsen. Het beste ervan maken. En ja. Laten we beginnen. Wat ik allemaal nodig heb. Allereerst mijn matje. Deze heb ik van de kringloop. Ik weet even niet meer waar vandaan. Volgens mij in België had ik deze gekocht. Sowieso zal ik eventjes mijn playlisten hieronder in de beschrijving zetten van onder andere tweedehands shoppen, zodat jullie lekker kunnen binge-watchen. What do we need? Snijplankje nodig, paprika, tomaten. En ik ben natuurlijk bij mijzelf, dus kijk ongeveer hoe groot je porties worden, maar ik ben niet echt een grote eter, dus voor mij is dit genoeg. Dus 2 tomaten, courgette, verse spinazie. Wat else? Deze vind ik zo lekker. Dat zijn sugar snaps. Verder doe ik er ook mais in. Dat heb ik uit een blikje. Knoflook. Focus. Hallo. Dank u. En dan heb ik nog volkoren couscous. En dan vergeet ik het belangrijkste. Dit is de tagine mix. En deze is ook te koop bij Ecoplaza. Super lekker. Er zitten 2 zakjes in. En deze is ook vegan. Lactosevrij en glutenvrij. Dus yummy! Ik vind het echt leuk, want ik vroeg op Instagram wat voor video's jullie wilden zien, die ik uiteraard binnen kon filmen. En heel veel van jullie zeiden What I Eat in a Day en Koken met Ro. Ja, koken met Ro heb ik gewoon echt al zo lang niet meer gedaan. Dus ja, het is echt heel erg leuk. Oeh! En ik ben nog steeds een klunt. Nog steeds, weet je. Maar ja, dat moet je gewoon accepteren. Dus dit houdt wel een soort van, als je zeg maar mindful kookt, het houdt je wel in het nu en het laat je zeg maar niet afdwalen en nadenken, te veel nadenken over de toekomst. En dat vind ik op zich wel heel erg fijn. Kijk uit, Ro. Kijk uit. Ja. Ik wil de eerste pan zeg maar verhitten met rode ui en knoflook, maar ik heb geen rode ui meer. Dus dat is great. Ik weet niet of jullie dat ook doen, maar knoflook is heel erg gezond. Dus ik probeer altijd rauwe stukjes knoflook te eten. Ik vind het op zich niet heel erg vies, maar ik vind het wel heftig. Pannetje. En ik gebruik kokosolie en ik neem altijd deze. Kokosolie. Ik was trouwens mijn groenten altijd met natuurazijn. Voor de pesticides, of hoe zeg je dat? Pesticides. De, nou ja, je snapt het. Ze zeggen dat met natuurazijn helemaal schoon wordt.
En daarna spoel ik ze af. Het is trouwens ook echt super lekker met gele en groene paprika. Wat doen jullie nu zoal thuis? Ik ben echt heel erg benieuwd. Laat het even weten in de comments. Dit is een nieuw nummer van Vals Bezig. I love it. Hey! Stay hydrated. Ik heb, zoals jullie zagen, de groenten in de pan gedaan. Maar ik vergat mijn sugar snaps. Dus die ben ik nu aan het snijden. Oh, dit is zo lekker. En zo gezond. En I love it. Trouwens, een tip van mij. Ga nu gedurende deze periode lekker nieuwe recepten uittesten. Duik je oude kookboeken in. Sugar snaps zijn klaar. En ik vergeet de mais. Ook dat. Oh my god. En ik vergeet de mix. Joejoe. Letterlijk. Het belangrijkste van heel het gerecht. Oei joe. Poet de mais erin. Ik merk trouwens dat het donker wordt. Dus ik moet straks mijn studiolampen erbij gaan halen. Maar ik heb daar helemaal geen zin in. Zo. Je doet het kruidenmixje erin. En daarbij doe ik 2 keer een beetje plantaardige olie bij. En dan mix je het. Ze zeggen altijd dat je de mix als eerste moet doen en dan pas de groenten. Maar die groenten die moeten nog een beetje bakken. Dus dan denk ik van dan brand je saus toch aan. Dus ik wacht altijd gewoon eventjes. Oh my god. Oh, ik weet niet of jullie dat zagen, maar... Oh, bijna een plant. Eraan. Ondertussen dat de groenten aan het bakken zijn. Ruim ik even op. Want dan hoef ik dat straks niet te doen. Het is hier een beetje gevaarlijk, want er staan hier nu 2 studiolampen. En hier is een soort van kruisover shit gaande. Maar goed, we hebben licht. We gaan door. Oh, mijn bouillonblokje. Kut. Zo. Ik heb er een beetje water bij gedaan. En ik ga ook de mix erbij doen. Het ruikt echt super lekker. Zo'n aanrader. Ik had deze gewoon voor de grap genomen. Omdat ik dacht van ik ga het uittesten. Nou. Echt. Mijn leven is veranderd daardoor. Ik heb net trouwens mijn couscous laten vallen. Buiten het beeld toen ik deze studiolampen aan het installeren was. En ik bespaar je het beeld. Dat is beter. En nu is het een beetje afwachten. Ik kan wel de tafel dekken. Zeg maar onder de tafel door om een bord te pakken. Echt hoor, ik kan niet. Ik kan niet gewoon. Als je mij nu zag, hè. Oh, oh, oh. Voor schandaal. Voilà. Je moet echt goed opletten dat je het niet laat aanbranden. Anders wordt je saus helemaal zo smudgy. En dat moeten we niet hebben, mensen. Ik vind het zo raar, want soms dan ben je gewoon lekker bezig. En dan ineens denk je eraan wat er nu aan de hand is. En dan denk ik echt... Wow. Voeg het water toe en meng kruidenmix 2 het grote zakje doorheen. Stoof tot slot met deksel 6 minuten gaar. Ik hoop dat het verder goed met jullie gaat. Je kan me altijd DM'en op Instagram. Je kan altijd hieronder in de reactie reageren. En ik wil eigenlijk zoveel mogelijk helpen. Voor zover ik dat kan. Ik ben vergeten hoe je die couscous maakt. Dit is altijd de manier hoe ik het doe. Van de couscous. Je doet het in een pannetje. Als het water dus nu kookt, doe je het erbij tot ongeveer... Dat zeg maar de bodem is gevuld. En dan leg je er een bord op of een deksel. En dan wacht je 5 minuten en dan is het klaar. Ik vind couscous altijd een super lekkere vervanging van rijst. Ja. It's a weird time to be alive. My friends. Ik ga sowieso ook nog vintage gerelateerde video's maken. Dus
don't you worry. Dingen die ik thuis in ieder geval kan doen. Bijvoorbeeld mijn favoriete thrifted items. Aandoen met styling. Dat soort dingen. Nee! Letterlijk die hele kroephoek op de grond. Er zitten er nog 5 in. In elke koken met room gaat er wat fout. Ik doe het niet expres. Oh my god. Ik stoot letterlijk mijn hoofd net ook nog eventjes. Heerlijk. Echt zo zonde. De tagine is inmiddels klaar. Ga door, Romane. Ga vooral zo door. Ik heb mijn overgebleven kroephoek in het bakje gedaan. Oh, ik ben zo in love met deze bols trouwens. Ook van de kringloop. Het enige waar ik nog op moet wachten is de couscous. Oh, zoveel zin hierin. Wat super lekker is met couscous is munt en citroen. Maar dat heb ik niet. Jongens, ik ga een close-upje voor jullie maken. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Maar laat me vooral weten wat voor andere video's ik kan maken terwijl we hier thuis zitten. Oké, ik zie jullie weer in een nieuwe video. Vergeet niet te abonneren en een duimpje omhoog te doen. Doei!